Na 30 seizoenen, 250 concerten en 25.000 bezoekers nam het bestuur van de Stichting Kamermuziek Almelo afscheid. Erg fijn te constateren dat u in zo'n grote getale vandaag bent gekomen. Strak uitgevoerd, helemaal leuk. Het werd een feest met een gedenkwaardig concert door het pianoduo Blaak. Zij gaven de wereldpremière van een pianosonate voor vier handen van de componist Jeppe Moulijn, onder meer dirigent van het Oost-Nederlands Symfonieorkest. Wethouder Jan-Martin van Rees spelde de vijf vertrekkende bestuurders. Jeroen Ongering, voorzitter. Huub Rakhorst, secretaris. Jaap de Wolf, penningmeester. Jan-Joris Nieuwenhuis, programmeur. En Rob Holleman, webbeheerder. De Almelo spelt op. En wat misschien wel het leukste is, of misschien zelfs wel noodzakelijk, wil je de 30 jaar met elkaar volhouden. Dat is dat we zo'n bijzondere chemie met elkaar hadden, in al die jaren. Het vertrekkende bestuur wordt opgevolgd door Ruud Kramer, voorzitter, Hanneke Hof, secretaris, Ruben Schuttevaar, penningmeester, Martijn Blaak en Stefan Blaak als programmeurs, Rob Hulshof, webbeheerder en Peter Slootberg, lid. Wij hopen dat in september, bij aanvang van het nieuwe concertreeks, u in grote getalen weer komt luisteren en bij elkaar komt in SKA Hof 88. Wij zien uit naar uw komst en we hopen u dan ook te ontmoeten en te spreken in grote getalen. Dank u wel. APPLAUS.